Dag beste kijkers, welkom bij de 22e aflevering alweer van Sassendonk TV. Ik ben blij dat ik terug ben, zodat die jongens weer een klein beetje in de gaten kan houden. Deze keer gaat wie met Hans op bezoek bij de Pepperbus. Goedenavond, wie bent er weer? De Bierton. We gaan eens even kijken naar prinses Ivy. Ze heeft een goed feestavond georganiseerd. En dat lijkt ons wel wat mooi. Misschien dat we er nog even een paar kunnen schoren om een interviewtje te doen. Het lijkt me weer helemaal goed. Watse, die komt denk ik wat later, mijn vriend. Maar ik heb natuurlijk Gretje ook weer bij me. Zullen we ze hem naar binnen gaan? Kom maar. Ja, Hans, ik ga het. Wel, zo te horen, ben je net op tijd. Volgens mij zijn de eilubbers aan de beurt. Ja, dat had ik u ook wel kunnen vertellen. De echte solenaar, ik doe niet graag zo naar. Ik volle ook de baan, onder de kinderbus. Is leven al en dus, kun jij mijn vingers maken. Zie hem gewoon. Risk in risk gaan. Je bent voor mij de ware.
weet hij nog dat er een jonge dame in de bussen naar Nijmegen zat te studeren? En waar ben je nou mee bezig? Management en organisatie. Je hebt van de week een zware toets dat je zegt van nou, ik pak dat uurtje in de bus even om te leren. Nou, dat heeft zijn vroegten afgewerpen. Toen we naar Nijmegen gingen, zagen we je allemaal met de neus in de boeken. Ja. Waar was dat voor? Mijn management en organisatie boekwerk. En? Ik heb een 7,8. Een 7,8. Ja. Ik had begrepen een 7,6. Nee, maar dat is helemaal top. Ik heb een extra gekregen. Zo, daar komt hij dan. De fanpin van Sassenbron. Ja, ik ken ook iemand die wil zo'n klein ding niet hebben. Die gaat voor een grote. Maar dit zijn juist de echte. Zeg eens meisje, ik ben hier in mijn café. Zeg eens meisje, echt iets voor ons twee. Zeg eens meisje, ik wil met je mee. Sassenbron en Gelre! Ik wil met je mee, dan hoor je voor de buurt dan. Want ik vind je heel afbaan. Ik wil hier in brengen, ja dat is verkeerd. Kijk eens wat een outro of dit wordt. Dit was een mooie feestavond van Hoogheid Ivy. En mijn vriend Batsen, die is vriend, komt erbij. We moeten nog even de outro maken. Ja, de intro maak je natuurlijk niet, hè? Nee. En dit is een betere intro-outro als waar we hier geweest waren. Dus ja, we hebben even een goed woord voor Wiegel. En ze niet. Heb ik wel. Ik had eerder als jullie. Hij had weer van mijn kanten. Maar het was een mooie feest, Hans. Nou, ik weet het. Ja? Ik ga kijken wat er gebeurt. Ik ben er net, dus... Binnen net. Ik ben er net. Daar dat al relatief aan. Nee, ik heb net een glaasje cola. Kijk even. Wiegel die zal het weer goed kunnen, denk ik. Ja, dan bel je gelijk op en mel met je misschien bij. Dat moet gebeuren. Ik heb alles bij me, extra accu's, extra kaarten. Maar zo'n kaart, dat is vooral belangrijk, want... Hé. Ik ben vurig in de hersenwest, als iets met een kaart, hoe dat precies zit, kom je wel op terug. Ja, Gert, knip dit eruit. Wie gaat? Hoi. Hoi.